Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Euro Truck Simulator. Aflevering 13. Nou, ik hoop dat het geen ongeluk brengt. We zijn in ieder geval, momenteel zijn we in Lublin, daar zijn we gebleven. En waar gaan we naartoe, jongens? Ja, ik wou eigenlijk naar omhoog. Dus dat betekent dat we naar Belystok vandaag gaan. We gaan vandaag maar naar Belystok. Ik moet even mijn navigatie even resetten, want 232 kilometer, dat is te doen. We gaan in ieder geval ook nog eventjes het plaatsje verkennen. Dus we moeten alles rood maken wat er rood te vallen is. Zo, dan moeten we nog hier wezen. En die niet. Zo. Dan hebben we in ieder geval alles rood gemaakt wat er rood te vallen, wat er rood te maken is. 240 kilometer. Nou, dat is te doen. Dat is makkelijk te doen vandaag. Dus we gaan beginnen. We gaan naar rijden. En dan gaan we beginnen, jongens, met weer een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. Nou, Lublin. Even kijken, we hadden wat schade, hadden we dat wel. We hadden wel wat schade. Hop. We gaan even die kant op. Zo. En we gaan rijden. We rijden weer, jongens. We rijden weer. We gaan eerst even alles rood maken wat rood te vallen is. Ja, die staat nog op groen hoor. Die staat nog op oranje. Doei. Oeh, die niet. Oeh, zo. Ik maak even een remmetje, jongen, voor hier de Tokio. Nou, dat duurt me allemaal te lang. We gaan gewoon even. Wat een lul. Maf, Kees, je ziet toch dat ik aan kom rijden? Ja, wel door het rood heen, maar ja. Oh, wat een schade. Wat een schade weer, jongens. Aflevering 13, hè. Ja, dat zegt al genoeg, hè. Aflevering 13. Ja, zie je, zeg aflevering 13, jongens. Het gaat niet goed. Ik rij als nou dronken kapitein. Ik zeg ook maar wat. Oh, dan zijn we bij dit bedrijf niet geweest. Dat heb je ook weer niet geel aangekruist. Waarom nou niet? Waarom heb je dit nou weer niet geel aangekruist? Dan is het even dit doen. Waarom heeft hij dat bedrijf nou niet geel gemaakt? Dat ben ik eigenlijk. Ja. Ik moet daar nog een ding gaan zoeken ook. Maar de rijk, als het goed is, dan ik nog wel eens. Ik heb echt veel schade, jongens. Oh, ik heb echt veel schade. Ik moet echt mijn truck laten repareren. Oh. Verder naar achteren kan je niet, Marco. Nou. Ik ga eens even koekeloeren, want ik heb dit bedrijf helemaal nog niet geel gemaakt. Dit bedrijf, kijk, aan deze kant. Daar kan ik zeker niet heen rijden, of wel? Waarom kan ik daar nou niet heen? Nou, dan gaan we lekker spook rijden, ik kan mij het ook schelen. Auw, 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 auw. Mijn vinger doet auw. Kijk, dit moeten we nog heel maken. Juist. En weer schade. Ja, het is echt vandaag aflevering 13, hè? Het zegt genoeg. Aflevering 13, als dat maar goed gaat. Dat is een mooie titel voor deze aflevering.
aflevering 13 als dit maar goed gaat. Nou, dat als we bij de garage zijn, dan... Oh, ik moet daar heen, rechtdoor. Waar moet ik heen? Ik moet die kant op. Maar daar zegt hij weer dat ik daarheen moet. En daar zegt dat ik daarheen moet. Nou ja. Ik snap er echt helemaal niks van. Het zal wel goed wezen. Ja, ik wil alles geel hebben. Alles wat geel kan, wil ik geel hebben. Kijk. Dat bedoel ik. Alles wat geel is, moet geel zijn. Het is meer, meer geluk dan wijsheid, jongens. Nou, ik moet hier toch dit, want ik moet het toch even geel maken. Dan kan ik gelijk even... Dat zal dan weer een flinke duit kosten. Service. Zo, 65.000 euro. Oh, jongens. Krakau. Waar moet ik nou heen? Die... Ik hou even dat ding weg. Dat is echt irritant. Ik zie nou echt niet meer wat ik nou wel gereden heb en wat ik nog niet gereden heb. Juist. En dan, ja. Voor mij ook voor de rest alles. Ik moet alleen nog een bedrijf. Eén bedrijf moet nog doen. Eén bedrijf. Ja, wacht even met je autootje. Ik moet nog één bedrijf doen. Oh, dus dit bedrijf. Ja. Dus dit bedrijf. Volgens mij heb ik echt heel die stad gedaan. Zo. Gaan we hier even draaien. Gewoon even alle ruimte benutten die er benutten valt. Dan kan ik mooi even keren. Zo, kijk. En dan gaan we nu even naar wereldkaart. Dan gaan we even resetten. Ik mis nog één stukje. Dan hebben we heel deze stad gedaan. Thank you.
Kijk, nu is deze stad helemaal klaar. Even resetten. Kijk, zie je wel. Dit is helemaal klaar. Ik moet alleen nog deze weg eigenlijk hebben. Deze weg heb ik nog niet helemaal gereden. We gaan naar Belystok. 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 Zo, Belystok. 345 kilometer. Goedemiddag. Maar in ieder geval, Lublin hebben we in ieder geval helemaal gereden. Dan hoeven we in ieder geval niet meer dingen te onderzoeken. Dat plaatsje is gewoon helemaal bekend. Jeetje, man. Het is echt aflevering 13 hoor dit. Echt 12 steden 13 ongelukken. Oh, hier was ik er net. Nou, komt verder niks van. Gewoon gas geven. We hebben gewoon carte blanche hebben we. We mogen gewoon doorrijden. Nou, 343 kilometer jongens, 6 uur en 11 minuutjes rijden is het. Licht aan. Maar 379 euro.
Ja, dat dacht ik al. Ik ga wel even kijken hoeveel procent ik al heb. Ja, kijk, 26% al. Ik ben al iets vooruit gegaan. Jongens. Ik heb wel lots overgeslagen trouwens. Lots heb ik overgeslagen, lots. Ik rij weer echt als een beroerde. Ja, en gewoon doordouwen, die vrachtwagen. Motordefect, ja. Het is goed met je. Jongen. Kun ik er wat aan doen? Loslaten vind ik veel beter. Hoppakee, 190 kilometer. Jongen. Nou, dit is echt een. Dit is ook echt een typische. Aflevering 13 is dit. Jeetje, wat slecht zeg. Ja, en de bus.
nou is mijn motor echt naar de Tiedestijn. Ja, en kom ik onderweg echt niks tegen of zo. Dus ik moet het eigenlijk nog die laatste 150 kilometer moet ik eigenlijk nog eventjes proberen te rekken. Dat ik dat nog eventjes tijd weer heb bij een. Zoveel schade heb ik echt nog nooit gehad. Het is echt niet normaal, hij is echt bijna helemaal afgegeven. Kijk in dat venstertje, het is gewoon helemaal. Alleen het dakje is nog wit, maar grijs. Maar voor de rest is alles helemaal rood. Nou, we gaan gewoon even kaart rijden. Echt helemaal naar de Gollemiezen, naar de Gollemiezen is die. Echt helemaal naar de Gollemiezen geholpen. Zeggen ze dan, hè? De Gollemiezen zeggen ze dan, hè? Ja, alleen de parkeerplaats en de benzinepomp. Maar niet echt dat je iets hebt van, nou, heb je ergens een mooie garage waar ik even mijn auto kan laten fixen. Dat hebben ze dan weer niet. Alleen een benzinepomp en een rustplaats. ...124 kilometer. Kijk, ja, we komen er wel langzaam, maar ja, ik wil het ook eigenlijk veel te snel, hè, deze aflevering. Ik wil het weer veel te snel, jongens. Kijk, dan gaan we moeten er weer uit. Nou, doe mijn motor voor mij echt niet meer. Echt een ja, ik denk, oh, nou kan ik wel weer. Oh my, oh, wacht even, zoek meteen een werkplaats. Ja, maar ja, als je die niet als die er niet is, dan schiet het gewoon niet op. Pauzeer of hervat spel. Nee.
het wel, maar veel moeite doet hij eerst. Ja, als ik me eigenlijk moet laten wegslepen, dat ik echt niet meer verder kan rijden, dan kost me dat ook weer heel veel geld. Nog 35 kilometer, jongens. Ja, nu nog 35 kilometer. Dan zijn we op de plek waar ik moet beginnen. 32 kilometer, 31 kilometer, 30 kilometer, 29 kilometer nog. Kijk, we zijn er bijna, maar ja, het scheelt gewoon niet veel. Repareren. Ja, baby stok, daar was ik misschien, ja. Nog 13 minuten. Ga ik het redden, jongens? Ga ik het redden? Dat zonder weg te slepen. Ik babystok haal. Ja, ik heb babystok gehaald. Dan gaan we als eerste gaan we een reparateur opzoeken. Laten we dat maar als eerste gaan doen. Omdat hij hier zit, als het goed is. Zit hij hier? Ja, hij zit, hè. Moet je opletten. Ik heb mijn handen voor mogen. Ik durf nog niet te kijken. Zo, goeiedag, zeg. Hey. Hoppa. Nou. Jeetje. Wat een partij schade. Oh maar. Nou, wacht je eventjes. Ga je heel eventjes wachten op mij? En weer een wervingsbureau gevonden voor personeel in Belystok. Oh.
ITCC. Zo, hoppa, weer een heel blokje. Weer een heel blokje geel. En dan. Oh, dit bedrijf heb ik ook nog niet. Dit bedrijf heb ik ook nog niet geel. Die is ook geel. Die is ook geel. En dan hier. Nou, gassen. We kunnen rechtdoor gaan, we kunnen ook de hoek om. We gaan gewoon rechtdoor bedoel. Hier een slaapplek. Maken we ook even gelijk even geel. Oh, sorry. Zo, die hebben we ook eventjes geel gemaakt. Zo. Even kijken hoor, want ik heb nou volgens mij, hier zijn wij, Belystok. Belystok zijn we nou, Belystok. Even kijken, dit hebben we allemaal gedaan. Ja, het mooiste zou nou eigenlijk naar Euroaccess te gaan. En dan kunnen we daarna nog even dit hoekje even pakken. En dan hebben we Belystok hebben we ook alweer helemaal gedaan. En dan gaan we de volgende reis gaan we naar, oh, een plek daar zijn we al geweest. Dat is Ulcitin of zoiets. Ulcitin of zoiets. Ja, weet ik wel hoe dat plaatsje heet. Maar goed, in ieder geval, daar zijn we wel geweest. Maar daar hebben we alleen maar dit gevonden. Dus dan kunnen we, dat plekje kunnen we ook nog even helemaal doorzoeken. Helemaal. Ja, laten we dat maar even doen. We gaan eventjes naar... we gaan niet daar naartoe. We gaan even resetten. Reset. En dan gaan we even hier naartoe. En dan gaan we daarna gaan we als tweede gaan we dit plekje pakken. Nee. 1. Waarom doet hij dat nou 1-2? Ik wil dit op 1 hebben en dan op 2. Nou ja, dat maakt niet zoveel even uit. Laten we dat maar even doen. 13 kilometer. Ga je vertellen dat dat 13 kilometer is? Oké. Okay. Zag er toch niet uit als 13 kilometer? Maar goed. We gaan het gewoon rijden. We moeten het toch hebben. We moeten eigenlijk alles hebben. Willen we gewoon echt op 100% eindigen? Nou ja, 100% weet je dat het echt heel erg gaat. 100%. Maar we willen in ieder geval zo veel mogelijk access. Zoiets. Dit gebouw hebben we ook weer helemaal correct. Ja, en natuurlijk aflevering 13. We rijden nog eventjes schade. Kan niet helemaal op 100%, op 0% blijven. We moeten toch nog even schade maken.
Even kijken, we gaan even naar de wereldmap nog eventjes. En wou ik dit wou ik nog even doen. En ik wou deze nog even doen, juist. 12 kilometer, nou, laten we dat nog eventjes gaan doen. Hoppa. Dan hebben we heel deze plek hebben we ontdekt. Dan hoeven we hier ook niet meer terug te keren. Ja, misschien moeten we er nog een keertje rijden, maar in ieder geval, dit hoeven we in ieder geval niet meer te verkennen. Dit hebben we helemaal verkend. Gewoon net doen zodat dat die voor jou geld gewoon huppakee, gas erop. Deze wil ik hebben. Ja, en die duwt ook nog even door. Ja hoor, huppa. Echt waar jongens. Jongen. Nou. Een typische... aflevering 13, aflevering 13. Jongen. Nou, in ieder geval, we hebben hem ontdekt, jongens. Dit was de video. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in, abonneer. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Euro Truck Simulator. Dankjewel voor het kijken. Bye bye. Hoi.